De gemeente Apeldoorn heeft 5 begraafplaatsen in bezit. Dit zijn begraafplaats Soerenseweg, Beekbergen, Wenum, Uddel en begraafplaats Heidehof. Heidehof is de grootste begraafplaats waar tegenwoordig de meeste uitvaarten plaatsvinden. Begraafplaats Heidehof is aangelegd tijdens de bezetting in de jaren 40. De begraafplaats is ruim opgezet en biedt nabestaanden een diversiteit aan mogelijkheden om te gedenken. Op de begraafplaatsen van de gemeente Apeldoorn worden diverse graven uitgegeven. Dat zijn algemene graven voor 10 jaar, die zijn voor 1 persoon. Algemene graven voor 3 personen, die worden voor minimaal 20 jaar uitgegeven. Particuliere graven voor 20 jaar en particuliere graven voor eeuwig. Daarnaast zijn er islamitische graven, rooms-katholieke graven en kindergraven. En op Heidehof worden die begraven in de bloementuin. Daarnaast worden op begraafplaats Heidehof huurgraven opnieuw uitgegeven. Daar mogen mensen dus een plekje uitzoeken. En dat is een graf voor 2 personen. En op alle begraafplaatsen worden op de oude graven, de oude klassegraven, ook weer nieuwe graven heruitgegeven. En die mogen mensen ook uitzoeken. Op de begraafplaatsen van de gemeente Apeldoorn zijn diverse mogelijkheden om as te bezorgen. We hebben daar zo op alle begraafplaatsen een strooiveld en op alle begraafplaatsen is een urnentuin aanwezig. In die urnentuin kun je in een keldertje 4 urnen laten begraven. Daarnaast is op begraafplaats Heidehof nog een urnenmuur en daar hebben we een bosurnentuin. In de bosurnentuin worden urnen op een natuurlijke wijze begraven, zoals een natuurbegraafplaats elders in het land ook heeft. In die bosurnentuin is de bedoeling dat u ook alleen natuurlijke materialen als gedenktekentje plaatst. Dus een rotsblok of een houtschijf, maar geen grote glimmende monumenten. Daarnaast hebben we daar zo de bladurnamententuin. Dat is een ornament in de vorm van een blad. En we hebben daar nog de ornamententuin waar u zelf een ontwerp kunt maken of door een kunstenares om een urn te plaatsen in of op de grond. Op begraafplaats Heidehof kunnen bezoekers gebruik maken van de moderne aula. De aula biedt plaats om even rustig te zitten. De aula wordt ook gebruikt voor uitvaartplechtigheden. Vanuit de open ruimte hebben bezoekers zicht op de begraafplaats. Naast begraafplaats Heidehof heeft de gemeente Apeldoorn nog 4 begraafplaatsen in haar bezit. Begraafplaats Soerenseweg is een rijksmonumentale begraafplaats waar al sinds 1897 wordt begraven. Begraafplaats Beekbergen dateert uit 1829 en daarmee is het de oudste gemeentelijke begraafplaats van Apeldoorn. Op begraafplaats Wenum kan voor een begrafenis gebruik gemaakt worden van deze aula. Die plaats biedt aan 100 belangstellenden. Families gebruiken deze aula ook regelmatig als locatie voor condoleances. Begraafplaats Uddel is de jongste begraafplaats van Apeldoorn. De graven liggen tussen 2 bossen in, waardoor er veel ruimte is voor de natuur. Voor meer informatie en tarieven kunt u kijken op onze website. U kunt ons ook bellen of mailen met vragen.